Ik vind voor mij persoonlijk de beste omschrijving dat ze eigenlijk langs je oor proberen hun oog eigenlijk te vatten. Ze proberen het eruit te halen ofzo. Als hij niet de juiste zaken doet, kan dat 3 uren aanhouden. En dan gaat hij al kruipend over de vloer en begint hij zelfs soms op uw hoofd te slaan of tegen de muur. Dat is echt de ergste pijn dat ik ooit in mijn leven gehad heb. Zoveel pijn dat ik nog nooit gehad. Oh. Rustige hoofdpijn is een zogenaamde primaire hoofdpijn. Dat betekent dat er eigenlijk geen echt onderliggende ziekte is. Je kunt hoofdpijn hebben bij bijvoorbeeld een hersenvliesontsteking, maar daar heb je een duidelijke onderliggende oorzaak. Cluster, dat is een groep van aanvallen. Dus in zijn typische vorm gaan patiënten ergens tussen de 2 en de 12 weken na elkaar aanvallen hebben. Soms meerdere aanvallen per dag. En dan verdwijnt het probleem weer spontaan. Ook een kleinere groep, ongeveer 10% van de clusterpatiënten, heeft chronische clusterhoofdpijn. En daar is die clustering eigenlijk een beetje weg. En daar gaan mensen op een jaar tijd eigenlijk geen maand zonder aanvallen doormaken. Dat is natuurlijk een zeer ernstige aandoening op die manier. De mooie lieve dochter van de man werd slecht behandeld. Wat je in het slechtste geval begint te doen, is dat de pijn zo ondraaglijk wordt. Dat is eigenlijk dat je... Ja, dat begint zo zich te manifesteren dat je eigenlijk niet meer echt voor je te vatbaar bent. Je begint rare dingen te zeggen en te doen. En je begint met je bent zelfs een beetje gewelddadig op die moment. Ik heb zelfs ooit een moment gehad dat ik zo hard op mijn kop ontslagen was, dat bloeide. Dat gewoon omdat je niet wist wat je moest doen. Als ik bijvoorbeeld één dag mijn medicatie zou vergeten, dan merk ik al dat er al direct heel veel sluimerpijnen opkomen en dan moet ik al direct anticiperen en iets extra gaan ondernemen. Als je dat vergelijkt met andere ziektes zoals MS en andere chronische aandoeningen, vind ik dat er redelijk weinig onderzoek en stavingen gebeuren. Ook naar medicatie toe, er is nog altijd geen enkel medicijn dat rechtstreeks voor clusterhoofdpijn is. Clusterhoofdpijn als dusdanig kan niet genezen worden. Of vandaag weten we om te beginnen te weinig van de aandoening. Men heeft dat aangekaart, er gaat weinig onderzoeksgeld naartoe. Voor patiënten die niet geholpen zijn met medicamenteuze behandeling, is er nu wel meer de ontwikkeling van neurostimulatietechnieken. Die dan eventueel nog een bijkomende oplossing kunnen bieden of bepaalde interventies die in pijnklinieken gedaan worden. Maar eigenlijk als dusdanig mogen we met geen van deze strategieën de patiënten genezing beloven. Voor mij persoonlijk is het zwaarste aan de aandoening het niet meer normaal kunnen functioneren en deelnemen aan de maatschappij, omdat je altijd met een stuk angst zit. Allee, ja, je voelde je ergens onderbewust niet op je gemak. Wat als ik hier plots een aanval kreeg? Dus je gaat eigenlijk ook automatisch minder naar buiten. Je gaat eigenlijk jezelf een beetje isoleren. Uiteindelijk het probleem is een beetje in het onderwijs. Als je daar ziek bent, dan moet een andere collega voor je inspringen. En dan hoorden ze soms wel eens van, ah, is hij er weer niet? Ja, hoe komt dat toch? En dan wekte ze wel een beetje... En je merkt dan wel dat er mensen al over praten en dat het wel een beetje een negatieve achterklank heeft. Dan droge eerst en dan 5 de natte. Dat is een beetje het moeilijkste aan gaan werken met clusterhoofdpijn. Het zijn daarom niet rechtstreeks de aanvallen, maar het zijn eerder de collega's en de verhalen dat erop volgen, dat het soms moeilijker maken, vind ik persoonlijk. Maar ben 2 weken zijn en die week. Ik heb eigenlijk tot vorig jaar bijna altijd aan het werk geweest. Dat is niet gemakkelijk om
veel thuis te zitten en eigenlijk op uw eigen te zitten. Ik heb de bedoeling om terug aan de slag te gaan als het weer mogelijk is. Maar momenteel is het gewoon niet mogelijk omdat het te veel weegt op mijn lichaam. Ja. Ik zie nu wel een trendbreuk. Er zijn nu nieuwe onderzoeken bezig naar preventieve behandelingen voor clusterhoofdpijn. Er zijn vernieuwde interesse in neurostimulatietechnieken. Dus ik denk dat we het komende 10 jaar dat we wel een en ander gaan zien verbeteren voor de clusterpatiënt. Ik leef op hoop dat als we de juiste middelen of betere middelen krijgen, ik leef echt op hoop dat weer mijn leven zich weer gaat normaliseren. Het is dat, als je niet meer leeft met hoop, dan kunt u beter aan een koord hangen. De bijnaam van clusterhoofdpijn is zelfmoordhoofdpijn. En ik kan begrijpen waarom. Ik heb ook al die gedachten gehad van ik kan dit niet meer aan. En als je dan geen... als je er daarnaast niet kunt over praten of niet wilt over praten en dat je echt helemaal in isolement gaat, dan kan dat inderdaad leiden tot domme... Ja, domme dingen, hè. Dus er is wel een neveneffect dat je niet herkent. Niet altijd, soms wel. De mensen vragen zelf, hoe gaat het? Heb ik zin om erover te praten, dan vertel ik het. Heb ik geen zin, dan merken ze het ook grap genoeg dat ik daar niet te veel over kwijt wil op deze moment. Ja, ik weet niet wat hem uiteindelijk gedaan heeft, maar... Dat is meestal de momenten dat het goed gaat, dan vertel ik niet te veel. En dan moet ik er ook niet te veel aan denken. Dan is het gewoon oké, alles is goed. En dan is het oké. Als mensen zeiden van, ja, ik heb ook wel eens koppijn. Ja. Ja. Ja, dat patje hebben we ook gewoon. Uiteindelijk ook wel gewoon uit het feit dat je nog dingen kunt doen. Hè. Ik ben met heel veel hobby's bezig. Ik ben met heel veel activiteiten bezig. Ik ben geen stilzitter. Ik zorg wel gewoon dat ik geen tijd heb om clusterhoofdpijn aanval te krijgen. Dat is wel mooi gezegd, maar het is wel niet zo. Okay. Maar we doen ons best wel om zoveel mogelijk animo te voorzien en daar niet te veel bij stil te staan. Gewoon. Dat is de bedoeling, toch? Toen waren we toch blij dat we over de grens waren. Ja? Maar ik heb... Ja, de grootste steun kreeg ik eigenlijk van mijn vrouw en van mijn kinderen. Daar heb ik hem gewenst. Ik wens dat papa geen lustig hoofdpijn meer heeft. Het is onlangs gebeurd dat ik dus in de zetel lag en met de zuurstof bij mij en mijn dochter kwam af. Met een washandje in koud water gedrempeld. Hier, papa. Hoeft. Op zo'n moment, een breek, hè. Dat is zo intens om dan zeker achteraf, als u daar bewust van wordt. Van. Dat houdt u recht, hè. Dat houdt u recht. Mijn kinderen zijn mijn alles.